Het is 1 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedemiddag. Het is een belangrijke dag, want de Veiligheidsraad buigt zich straks over de coronamaatregelen. Komt er een verlenging, hier of daar misschien een kleine versoepeling of in tegendeel nog een verstrenging? Straks weten we het. In elk geval, de epidemie is nog niet achter de rug. Dat bewijzen ook vandaag weer de cijfers. In 24 uur zijn weer 283 nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus. 103 in ziekenhuizen en 179 in woonzorgcentra. Dat brengt de balans op 4.440 sterfgevallen nu. In de ziekenhuizen zijn weer 250 besmette patiënten opgenomen. Allesamen liggen er nu 5.524 coronapatiënten in een ziekenhuis, waarvan 1.204 op intensieve zorg. Sinds het begin van de crisis hebben 7.107 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. De cijfers geven duidelijk hoop. Wel, wanneer we kijken naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, wat een van de belangrijkste indicatoren is bij het opvolgen van deze epidemie, dan zien we dat de piek ergens waarschijnlijk rond begin april lag en dat sindsdien het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen geleidelijk aan het dalen is. Dat is heel goed nieuws. Langs de andere kant is het ook een realiteit dat er nog altijd heel veel virus circuleert in de gemeenschap. Dit virus is nog niet verdwenen. Dat betekent dat als wij onze discipline verliezen, als we maatregelen te snel loslaten, dat het virus terug gaat opflakkeren en dat we inderdaad een nieuwe piek kunnen krijgen. Cathy Allard, goedemiddag van onze wetenschapsredactie. Steven van Gucht heeft het in de mond genomen. De piek lag begin april, is achter de rug dus. Dat is de eerste keer dat ik dat met zoveel woorden hoor zeggen, toch? Ja, en zeker van Steven van Gucht, ja? En andere wetenschappers die anders zo voorzichtig zijn, laten nu voor het eerst echt wel hun optimisme zien. En we zien het ook in de cijfers. Die volgen diezelfde gunstige evolutie van de voorbije dagen. Het aantal mensen dat in ziekenhuizen ligt gaat traag, maar gaat wel naar beneden. Ook het aantal mensen dat op intensieve zorg ligt gaat naar beneden. Alleen die cijfers, die overlijdens, zeker in de woonzorg, die cijfers die blijven hoog. Ja, wat stijgt is het aantal tests dat uitgevoerd wordt. Dat bleek ook op de persconferentie. De eerste resultaten komen ook binnen. Met name vanuit woonzorgcentra zijn er resultaten. Wat blijkt eruit? Ja, dus er zijn in totaal 20.000 testen gebeurd in Belgische woonzorgcentra. Daarvan zijn nu de resultaten van de eerste 11.000 bekend. En als we even kijken naar de cijfers in de Vlaamse woonzorgcentra, dat zijn cijfers van bewoners en personeel samen, dan zien we dat 19% van die testen zijn positief. Van de mensen die symptomen hadden, dus die zich ziek voelden, is 47% positief. En van wie geen symptomen had, dus niet ziek was, is toch ook nog 15% positief. Ja, 19% globaal, dat lijkt mij nogal mee te vallen. Of heb ik dat fout? Dat is heel moeilijk om daar een juiste conclusie aan te verbinden, omdat we niet precies weten waar en in welke woonzorgcentra die testen zijn afgenomen. Er zijn woonzorgcentra met grote uitbraken, dus met grote problemen, maar anderzijds zijn er ook met relatief weinig of geen problemen. Dus we weten eigenlijk op dit moment nog onvoldoende waar die testen zijn gebeurd. Dat weten we hopelijk in de namiddag. Oké, deze namiddag, daar gaan we dan naar uitkijken. Cathy, we focussen elke dag op de overlijdens door corona nu. Maar er zijn op sommige fronten ook minder overlijdens nu. Minder verkeersongelukken, om maar iets te noemen. Heel globaal, overlijden er op dit moment meer mensen dan in een andere maand, april, of niet? Hoe moeten we dat zien? Dat is een heel eenvoudige vraag, maar met een toch vrij complex antwoord, omdat we op dit moment eigenlijk nog te weinig cijfers hebben. Maar in het algemeen is het zo dat er in de maanden maart en april in België gemiddeld 300 mensen sterven per dag. In jaren dat dat er meer zijn, door bijvoorbeeld een zwaar griepseizoen, Dat extra aantal, dat heten we dan oversterfte. En als we eens kijken naar een grafiek die we gemaakt hebben, die bovenste lijn, de blauwe lijn, die toont het gemiddeld aantal overlijdens. Mm-hmm. De onderste, de donkere lijn,
het aantal overlijdens door corona. En dan zien we vooral dat de laatste week van maart er iedere dag meer mensen zijn overleden dan gemiddeld. En de meeste mensen sterven door corona. Maar die mensen, dat zijn oude mensen, hebben ook, of overwegend oude mensen, hebben ook andere ziektes en zouden wellicht sowieso in de loop van dit jaar zijn overleden. Dus de kans bestaat dat we nu oversterfte hebben, meer sterftes dan gemiddeld, maar dat we na corona misschien ondersterfte hebben. Dus weer minder mensen die overlijden dan gemiddeld. Ja, omdat dus er eigenlijk een soort inhaalbeweging is gebeurd al op ja, dus eigenlijk om zeker te zijn moeten we wachten tot alle cijfers er zijn aan het eind van het jaar. Oké, wordt interessant om in de gaten te houden ook. Dank je wel alleszins al om het tegen het licht te houden, Cathy. Ook de Nationale Veiligheidsraad, daar bent u, houdt straks dus weer de maatregelen tegen het licht. Die moeten voorkomen dat we het coronavirus verder verspreiden. Alle maand ondertussen moeten we zoveel als kan thuis blijven en afstand houden. In de Veiligheidsraad zitten gezondheidsexperts en alle regeringsleiders van het land. Een kleine 3 weken geleden besliste die om de maatregelen tot nu zondag te verlengen, tot het einde van de paasvakantie dus. Het ziet er naar uit dat er straks weer een verlenging komt tot begin mei. Dag Bart Verhulst, jij staat aan het Egmondpaleis in Brussel, waar vanaf 2:30 de Veiligheidsraad bijeen zit. Er wordt al een paar dagen gezegd, het is te vroeg om te versoepelen. Dus het ziet er naar uit dat de maatregelen verlengd zullen worden. Tot wanneer zullen ze gelden dan? Wel, 3 mei, dat was de datum die door de vorige Veiligheidsraad is vooropgesteld. Dus dat betekent nog 2,5 week erbij ongeveer. Maar ondertussen heeft Frankrijk zijn maatregelen verlengd tot 11 mei. En virologen bij ons noemen dat een redelijke beslissing. En dus is de vraag, volgen we Frankrijk of volgen we bijvoorbeeld Duitsland, waar het wellicht ook 3 mei wordt? En het zal ook bij ons wellicht 3 mei worden, want als je 11 mei doet, dat betekent nog 4 weken erbij. En je hoort bijvoorbeeld bij de Vlaamse politiek, ja, je moet de mensen toch wel een zeker perspectief op een einde weten te bieden. Een perspectief op een einde op het feit dat dit allemaal wel ooit is gedaan moet zijn. Maar dat is natuurlijk voor de experts heel moeilijk om daarin vooruit te kijken. En toch hebben ze dat gedaan. Ze hebben een rapport geschreven over een exitstrategie voor de Veiligheidsraad. Maar dat is dus voor na mei. Ja, perspectieven zijn belangrijk. Je zegt het. Wat dat betreft gaan we zicht krijgen op de zomervakantie ook, denk je, straks? Er wordt toch wel een beslissing verwacht over de grote zomerfestivals. Alleszins die tot en met juli, zo zei Vlaams minister-president Jan Bon eerder in het Vlaams parlement. En dat betekent wellicht slecht nieuws voor Rock Werchter, Tomorrowland en de Gentse Feesten. Maar bijvoorbeeld ook nog geen nieuws voor Pukkelpop dat in augustus plaatsvindt. En daarnaast is het ook uitkijken naar, wordt er iets gezegd over reizen deze zomervakantie? Reizen zowel in het binnenland en dan denk ik in de eerste plaats aan de jeugdkampen van de jeugdbewegingen, maar ook reizen naar het buitenland, zal dat kunnen? Experts hebben daarvan al gezegd, ja, als dat al zou mogelijk worden in de zomer, dan zal het niet zomaar kunnen, want dan zal je bijvoorbeeld 2 weken nadat je terug bent in quarantaine moeten. Maar het is niet zeker of daar al een beslissing over valt. Dat is niet zeker, dat is ook de langere termijn. Op de korte termijn, Bart, zijn er hier en daar toch niet sectoren waar versoepelingen mogelijk zijn, denk je? Ja, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de tuincentra. Die zouden op zeer korte termijn weer allemaal open kunnen gaan als dat beslist wordt. Op dit moment zijn alleen de tuincentra open waar ook dierenvoeding wordt verkocht. Maar als je ze allemaal open doet, dan geef je mensen, op zijn minst die een tuin hebben, meer de mogelijkheid om in die tuin te werken en om thuis te blijven. En dat is natuurlijk nog altijd in de eerste plaats de bedoeling. En met dezelfde redenering zou ook de heropening van de doe-het-zelf-zaken op tafel liggen. Maar globaal genomen geen versoepeling, ook niet wellicht een verstrenging van de maatregelen, maar dus geen versoepeling voor de horeca, ook niet voor het onderwijs. Het einde van de paasvakantie betekent niet dat meer dan 1 miljoen Vlaamse leerlingen opnieuw naar het klaslokaal zullen kunnen. Dat moet nog even wachten, wellicht tot in mei, begin mei. En dan nog, zo horen we, zal het niet zijn zoals het schooljaar ooit begonnen is in september. Ja, voorlopig is niks wat het was. Maar dankjewel Bart, hou het in de gaten voor ons vanaf 2:30 vergaderen ze daar.
Ook andere Europese landen bekijken of hebben net bekeken tot wanneer de maatregelen verlengd moeten worden en vanaf wanneer er een geleidelijke versoepeling kan komen. De Europese Commissie roept de lidstaten op om haar en ook de andere lidstaten op de hoogte te houden van de plannen. Vooral buurlanden moeten met elkaar rekening houden, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. It's of utmost importance that they notify this to the Commission and to the neighboring countries so that we do not have unwanted effects. For example, by reopening shops on one side of the border, we will not want to have people moving from one member state to the next member state to use the shopping opportunity. And therefore, it is very important that the coordination between neighboring member states is an excellent one. Good neighbors speak with each other. Wat de Veiligheidsraad ook beslist, aan de kust zijn ze al aan het nadenken over hoe het toerisme weer zou kunnen opstarten de komende maanden. Ook over de zomer denken ze al na. Om je een idee te geven, in een gewone zomer trekken ongeveer 6 miljoen dagtoeristen naar de kust en verblijven er 770.000. Dit jaar zal het anders moeten. Spreiden, dat wordt de boodschap. De glazen in de cafés en restaurants aan de kust staan stilletjes te wachten op klanten. En dat blijft nog wel een tijd zo. Maar toch denkt de sector optimistisch na over de heropening om zo hun zomer te redden. Ik ben er zeker van dat er genoeg mogelijkheden bestaan om daar ons eigenlijk veilig in te stellen, zodanig dat de horeca en de hotelgasten zich comfortabel voelen om naar de Belgische kust te komen. Wat er precies wel en niet zal mogen, weten we nog niet. Maar Westtour, het toerismebedrijf van de provincie West-Vlaanderen, gaat campagne voeren om te spreiden. Niet allemaal in juli en augustus komen en ook niet allemaal naar dezelfde plekken. Dus niet enkel hier komen naar de dijk, naar het strand, maar eigenlijk ook volop gebruik maken van de ruime regio waar je heerlijk kan wandelen, kan fietsen, het volledige terrein eigenlijk gebruiken. De laatste dagen stijgt het aantal boekingen voor overnachtingen aan zee en in het binnenland. Er wordt dan ook al nagedacht over hoe je hier afstand kunt houden, want dat zal wel moeten. Wat we kunnen doen bijvoorbeeld hier in onze ontbijtruimte is van eigenlijk de tafels bijvoorbeeld te gaan weglaten, zodanig dat er 1,5 meter, 2 meter speling is tussen de mensen om het risico eigenlijk te gaan minimaliseren. Ik zou zeggen beter een terras waar men op veilige afstand van elkaar zit dan een gesloten terras. Dus ik denk dat iedereen zich volop aan het voorbereiden is om zodra het mag, zodra het mogelijk zal zijn, herop te starten met de regels, met respect voor de regels die de bevoegde instanties zullen uitvaardigen. Toch blijven er nog veel vragen. Is het te vermijden dat duizenden mensen tegelijk de auto of trein instappen op een stralende zomerdag? Met heldere regels wel, zeggen de kusthotels. Zeker, zeker. Want anders denk ik, als wij nu niet kunnen opengaan, en zeker een zomervakantie, dan is dat een financieel-economisch bloedbad voor de horeca. Het Vlaams huurdersplatform kreeg de voorbije weken honderden meldingen van mensen die door de coronacrisis hun huur niet kunnen betalen. Ook voor verhuurders is dat een probleem. Van beide kanten komt daarom de vraag om overheidssteun. Maar Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependalen, vindt dat de overheid al genoeg gedaan heeft om huurders te helpen. Voor mensen die te kampen krijgen met betalingsachterstand van hun huur, zij kunnen via het OCMW beroep doen op het Fonds ter bestrijding van uithuiszetting om hen te helpen tijdelijk die periode te overbruggen. Dus de mensen die effectief in de problemen geraken, die hebben we al weken geleden opgevangen door die maatregel. Op de E17 bij Gent en op de E314 bij Leuven beginnen vandaag grote wegwerkzaamheden. De start was uitgesteld vanwege corona, maar de bouwsector en de Vlaamse regering zijn tot een akkoord gekomen en zo kunnen de wegenwerken toch starten. Op de E17 wordt het viaduct van Gentbrugge gerenoveerd. Op de E314 wordt het viaduct van Wilselen breder gemaakt, zodat er een spitsstrook kan komen. De Universiteit Gent heeft beslist om een deel van de examens op Flanders Expo af te nemen. In de grote evenementenhal daar is plaats genoeg om social distance te garanderen tussen de studenten. Ook de KU Leuven wijkt uit voor de examens naar het voetbalstadion van Oud-Heverlee Leuven en naar de Brabanthal.
Het is niet omdat er in de scholen geen les gegeven wordt op dit moment dat ze daar stilzitten. Een leraar engineering van het Technisch Instituut Don Bosco in Hoboken is gelaatschermen aan het monteren voor het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. En hij krijgt daarbij de hulp van zijn leerlingen die thuis met een 3D-printer onderdelen maken. Dus drie onderdelen. Beugel, plastieke plaat en een broeksriem. Drie onderdelen. Meer heeft technisch leraar Erik Marijnissen niet nodig om een kwaliteitsvol gelaatscherm te monteren. En dan met die klauzen. Die zijn voor het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar ze dringend schermen nodig hebben. Eén onderdeel maakt Erik zelf met een 3D-printer. Wel, we zijn hier nu specifiek de beugel aan het maken die eigenlijk op het hoofd past. Het voordeel van die 3D-print is dat de aansluiting met uw hoofd eigenlijk mooi aanpast. Het is een beetje flexibel, dus het past eigenlijk universeel voor iedereen. Maar het duurt 3 uur voor een beugel geprint is. Daarom heeft Erik hulp gevraagd aan zijn leerlingen die massaal thuis printen. En dat is niet voor extra punten. Nee, het is zonder extra punten. Het is echt wel vrijwillig. Een van die vrijwilligers is Jasper. Hij komt zijn beugels deponeren in een speciale doos in de voortuin. Ondanks de paasvakantie twijfelde hij geen moment. Initieel wou je dat direct wel doen, omdat dat inderdaad wel een groot tekort is aan gezichtsmaskers. En dat is toch zeer belangrijk voor de veiligheid van de mensen dat er zelf ook werken. Intussen printen niet alleen leerlingen onderdelen, maar ook andere vrijwilligers uit de buurt. In totaal gaat Ericsson 800 gelaatschermen maken. Niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor woonzorgcentra en zelfs voor een tandarts. 15 april. 101 kanonschoten kondigden de geboorte van prins Philips aan. Koning Philip is jarig vandaag, maar ook een koninklijke verjaardag is in coronatijden een feest in mineur. Straks meer daarover. Eerst ook de president van Amerika, Donald Trump, weigert nog te betalen voor de Wereldgezondheidsorganisatie, omdat hij de coronapandemie volgens hem slecht heeft aangepakt. Zo heeft China volgens Trump veel te veel invloed op die WHO. Nu, voor de Amerikaanse geldkraan definitief dichtgaat, zal de regering in Washington wel nog een onderzoek voeren. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year and even less. Ja, Trump trekt dus minstens al tijdelijk de Amerikaanse steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie in. En dat levert hem meteen wereldwijde kritiek op. Maar hoe belangrijk is die WHO nu eigenlijk en wat doet de organisatie juist? Een overzicht. De Wereldgezondheidsorganisatie, of de WHO, bestaat sinds 1948 en is onderdeel van de Verenigde Naties. Het hoofdkwartier staat in Genève in Zwitserland en de 7000 medewerkers van de WHO helpen VN-landen met alles wat met gezondheid te maken heeft. Condooms uitdelen, een goed gezondheidsbeleid opstellen, vooral in arme landen is dat belangrijk, en mensen en middelen sturen bij crisissen zoals de Ebola-uitbraak in Congo. Tijdens een wereldwijde crisis als deze corona-epidemie is de WHO extra belangrijk. Ze coördineert de wereldwijde aanpak en geeft richtlijnen. Bill Gates, die veel gezondheidsprojecten steunt, betreurt daarom de beslissing van Trump in een tweet. Niet meer bijdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis is zo gevaarlijk als het klinkt. Hun werk vertraagt de verspreiding van COVID-19 en als dat werk stopt, kan geen andere organisatie haar vervangen. De wereld heeft de WHO nu meer dan ooit nodig. Alle regeringen kijken nu naar de Wereldgezondheidsorganisatie om data en informatie te verzamelen, om te helpen een vaccin te ontwikkelen, om uiteindelijk uit deze crisis te geraken. Goedemiddag, Björn Soenes, onze correspondent in de Verenigde Staten. Ja, Trump lijkt wel op oorlogspad met de WHO, maar houdt zijn kritiek ergens steek?
Wel, hij heeft drie belangrijke punten van kritiek. Het eerste punt van kritiek is dat de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, te laat in gang is geschoten. Maar als je naar de tijdslijn kijkt, factcheck dus, dan zie je dat China op 31 december al aan de Wereldgezondheidsorganisatie heeft meegedeeld dat er een cluster van besmettingen was vastgesteld. Die Wereldgezondheidsorganisatie is dan in actie geschoten, heeft enige dagen later een team naar China gestuurd voor 2 of 3 dagen om veldonderzoek te doen, is beginnen briefings te organiseren dagelijks door de Ethiopische directeur-generaal om inlichtingen te verschaffen, de landen in te lichten over hoe ze mensen kunnen testen, hoe ze mensen kunnen behandelen. En dan op 13 maart is er een uitspraak gedaan door de Wereldgezondheidsorganisatie dat het een pandemie was, maar op 30 januari al was er de uitspraak van de Wereldgezondheidsorganisatie dat dit een medische noodtoestand was. En je moet vaststellen dat Donald Trump zelf de 6 weken die daarop zijn gevolgd, ja, de epidemie min of meer heeft geminimaliseerd, niet echt zelf voorbereidingen heeft getroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie bood ook testen aan, maar Amerika wilde die niet. Tweede punt van kritiek van Donald Trump was, de invloed van de Chinezen is te groot, het is desinformatie en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat overgenomen. Want dat is moeilijk te achterhalen. Natuurlijk moest de Wereldgezondheidsorganisatie een beroep doen op de kennis van de Chinezen, want het is daar dat de uitbraak heeft plaatsgevonden. Er zijn ook vaak politieke spelletjes aan de top van zulke organisaties, maar in deze is het moeilijk om te achterhalen of dat klopt. En dan een derde punt van kritiek. Trump zegt, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft mij bekritiseerd omdat ik een inreisverbod voor de Chinezen heb georganiseerd. Ook dat klopt niet helemaal. Het is wel zo dat de Wereldgezondheidsorganisatie niet echt voor inreis verboden is, wel voor screening op luchthavens en dat soort dingen. Dus ja, kijk, Donald Trump zoekt duidelijk een zondebok voor de epidemie, ook in de VS. Ja, en dat doet hij via financiering dus. En zijn démarche oogst meteen veel kritiek, toch? Ja, ook de Vereniging van Artsen, net zoals Bill Gates, de Vereniging van Artsen hier in Amerika, zegt dit is een gevaarlijke stap in de foute richting. Ze zijn het er niet mee eens. Ze vinden de Wereldgezondheidsorganisatie een belangrijke speler, zeker in het omgaan met een pandemie. Nancy Pelosi heeft gezegd, dit getuigt weer van Donald Trump, een president die een povere leider is die zelf zijn verantwoordelijkheid niet opneemt. Een zwak figuur noemt ze hem. En gisteren was er ook al kritiek voor het stopzetten van de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie door een aantal gouverneurs, omdat Donald Trump had gezegd, ik beslis en ik beslis alleen of de staten hun economie weer mogen openen. En dat gaat in tegen de grondwet. Gouverneur van New York zei zelf, het is nu plots koning Trump. Ja, het zijn allemaal bewegingen natuurlijk in een land dat ook zwaar getroffen wordt door corona. Kort misschien nog, wat is de stand van zaken op dit moment daar, Björn? Meer dan 620.000 besmettingen, 26.000 doden. De curve begint af te vlakken, dat is goed nieuws. De stijging van het aantal gevallen neemt niet meer toe. Het aantal doden wel nog. Gisteren was er een record aantal van 2.400 doden. Dus als die curve blijft afvlakken, dan ja, die epidemie blijft doorrazen. Ik ga één voorbeeldje geven om af te sluiten. Louisiana bijvoorbeeld had gisteren maar 500 nieuwe besmettingen, maar wel 189 doden op één dag. Wat erop zou kunnen wijzen dat er in bepaalde delen van de VS nog altijd weinig getest wordt en alleen getest wordt als mensen doodziek in het ziekenhuis aankomen. Groot land, grote gevolgen ook van corona daar. Dankjewel, Björn Soenes. En dan gaan we naar Frankrijk, want het is vandaag een jaar geleden dat de Notre-Dame-kathedraal in Parijs verwoest werd door een grote brand. Het vuur ontstond in de vooravond en verspreidde zich razendsnel. De beroemde middeleeuwse kathedraal werd op dat moment grondig gerestaureerd. Het dak en de torenspits stortten in. De brandweer kon wel de twee torens vooraan redden. Meteen waren er grote acties om geld in te zamelen voor de heropbouw. En president Macron beloofde dat binnen de 5 jaar te doen. En ook al is er nog niet veel gebeurd en ligt alles nu ook weer stil door de coronacrisis, Macron blijft bij zijn timing. We reconstruiront Notre-Dame en 5 ans, ai-je promis. Nous ferons tout pour tenir ce délai. Bien sûr, le chantier est en suspens en ce moment du fait de la crise sanitaire, mais il redémarrera dès que ce sera possible. Je ne crois pas que l'attentisme le désarroi soit une réponse au défi du temps.
Tsjernobyl in Oekraïne was de laatste dagen in het nieuws door de enorme bosbranden die gelukkig grotendeels geblust zijn ondertussen. De branden waren extra zorgwekkend omdat een grote zone rond de kerncentrale radioactief besmet raakte bij de nucleaire ramp van 1986. Jan Baljouw heeft een documentaire reeks gemaakt waarvan het eerste deel vanavond te zien is op Canvas. 34 jaar na de catastrofe zocht hij ooggetuigen op. Op 26 april 1986 ontploft rond 1:30 s'nachts reactor nummer 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl. Brandweerman Piotr Chmiel heeft die nacht dienst. Chmiel vertelt mij dat hij dacht een gewone brand te moeten blussen zonder straling. Als de reactor nam. Helikopterpiloot Volodin vliegt als eerste over de open reactor. Я был в первый день, 26-го. Но я видел эту картину, только хуже немножко. Volodin landt in Pripyat, de stad vlakbij de centrale, en is verbaasd over het grote aantal mensen op straat, ondanks de hoge straling. А поступили родители, что и как. Но я не мог ничего такого сказать. Я попросил родителей убрать детей, пойти домой, закрыть окна, двери, не выходить на улицу. De communistische Sovjet-autoriteiten proberen de ramp eerst geheim te houden en evacueren pas na 36 uur Pripyat. Er vallen door de ontploffing 31 doden, de meeste door stralingsziekte. Maar brandweerman Chmiel overleeft die ziekte, net als een goede 100 andere slachtoffers die een hoge dosis straling krijgen. In de ban van Tsjernobyl is na de afspraak te zien op Canvas vanavond. En aansluitend volgen de eerste twee afleveringen van de bekroonde HBO-reeks Tsjernobyl. Koning Filip wordt 60 jaar vandaag. Dat is een speciale verjaardag, maar zonder groot feest. Dat kan natuurlijk niet in deze coronacrisis. De koning viert dan maar thuis in Laeken met zijn gezin. Op sociale media bedankt de koning iedereen die hem gelukwensen stuurt. En hij denkt vandaag aan iedereen die het zwaar te verduren heeft en in het bijzonder zij die een dierbare hebben verloren. Ik ben onder de indruk, schrijft hij, van de talloze uitingen van solidariteit over het hele land. Deze beproeving zullen we samen overwinnen. Wij doken ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van onze koning in de archieven. 15 april. 101 kanonschoten kondigden de geboorte van prins Philips aan. Zo begon het 60 jaar geleden, als Philip van België geboren wordt. Een maand later krijgt men voor het eerst te zien bij zijn doop. Philippe, renoncez-vous à Satan? Philip is meteen de tweede troonopvolger, na zijn vader prins Albert. Koning Boudewijn is dan nog niet getrouwd. Maar als kind is hij en zus Astrid en broer Laurent veel alleen. Vooral Albert is veel weg. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Philips jeugd is getroubleerd. Hij wordt door Boudewijn klaargestoomd voor de troon. Tegelijk mist hij een warm nest. Albert krijgt zijn buitenechtelijke dochter Delphine als Philip 8 is. Philip zit ook op internaat bij Brugge voor zijn Nederlands. Men zegt dat het leven voor een man met 18 begint. Ik ben nu zover. En ik dank al diegenen die mij bij deze gelegenheid geluk hebben gewenst. Philip vindt even zijn passie. Hij wordt paracommando en gevechtspiloot. Hij studeert ook in het Britse Oxford en in Stanford in de VS. Op zijn 30ste vindt hij zichzelf klaar om koning te worden. Alleen is het zijn vader die Boudewijn opvolgt als hij onverwacht sterft. En dan clasht hij geregeld met de pers en de politiek. De premier tikt hem twee keer op de vingers. Ik hoop dan ook dat dit voorval het laatste is geweest en dat dergelijke incidenten in de toekomst in elk geval niet meer voorkomen. De prins wordt voorzichtiger. Hij toont zich charmant in een reportage voor Koppen samen met zijn gezin. Zo
en geeft een zeldzaam interview. U denkt dat u klaar bent om koning van België te worden. De dag dat het mij gevraagd wordt, zal ik er staan. En sinds die dag, 7 jaar geleden, is dat een vlekkeloos parcours geworden. Vandaag ben ik geen koning van België. Vandaag ben ik gewoon een vader. Voilà, knuffel voor de koning. Ja, dag Maarten. Ik had gisteren een datum voor de tour in potlood in mijn agenda geschreven. Mag jij het goed nu? Ja, nu mag het echt wel. Want de voorbije 24 uur kreeg Le Grand Départ al 3 verschillende startdata. Maar dit keer is het dus echt wel officieel. De Ronde van Frankrijk die zal plaatsvinden van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 20 september. Dat hebben zowel de Internationale Wielerunie als tourorganisator ASO zo pas bekendgemaakt. Na de Tour zal het WK afgewerkt worden en dan volgen nog de Giro en de Vuelta. De monumenten, de grootste klassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die moeten nog ingepland worden. Le Tour de France cycliste se tiendra du 29 août au 20 septembre prochain. Cette course est essentielle tant elle représente un poids économique fondamental pour tous les acteurs du cyclisme. Les championnats du monde sont également confirmés du 20 au 27 septembre prochain à Aigle-et-Martigny en Suisse. S'en suivront le Giro d'Italia et la Vuelta a España. Al dus de grote baas van de Internationale Wielerunie, Michel Wuits. Ja, de nieuwe startdatum van de Tour, de belangrijkste koers ter wereld natuurlijk, hè, is nu ook officieel 29 augustus. Is dat een goede keuze van de UCI en van de Tourorganisatie? Ik denk dat wel. Het is vooral een slimme keuze. ASO, de Tourorganisatie, schuift op in tijd en in ruimte. Tijd om corona nog meer te laten afvlakken en bijvoorbeeld de grote kanonnen als een Bernal toe te laten hun land te verlaten. Dat is niet onbelangrijk. En ruimte, omdat de Tour dan voor het grootste deel gaat doorgaan in de maand september, wanneer Fransen weer aan het werk zijn. En op die manier hoopt ASO dat de belangstelling voor de Tour langs de kant wat luwer wordt en dat ook daar een veiligheidsgevoel geschapen wordt. Dus is dat goed gezien. Ook niet onbelangrijk dat besef dat de sponsoren nu plots krijgen van onze inspanningen zijn niet omzonst geweest, we gaan straks ruim 3 weken lang in beeld komen op de truien en elders langs de kant voor de koers waar we met z'n allen voor gaan. Ja, dat veiligheidsgevoel dat zal nodig zijn. Wat betekent de nieuwe toerdatum voor de andere koersen die nog ingepland moeten worden? De Ronde van Italië en de Ronde van Spanje die zouden volgen na de Tour. En dan zijn er natuurlijk ook nog de grote klassiekers, hè, zoals de Ronde van Vlaanderen. Ja, wat de Ronde van Vlaanderen betreft, er is in elk geval de garantie van de UCI, de Wereldwielerorganisatie, dat die zal doorgaan en plaatsen zal krijgen. Dat zal in overleg met de organisaties gebeuren. Daarover wordt onderhandeld straks. Dus ook Parijs-Roubaix, en Luik Bastenaken, Luik, de Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo. Maar het spreekt voor zich als de Tour opschuift dat andere organisaties platgedrukt worden. Wat met de Canadese koersen in Quebec en Montreal? Wat met de Bing Bang Tour? Ook daar is er een vorm van garantie en overleg dat gaat plaatsvinden om die ook nog een plaats te laten krijgen ergens op de kalender. Wat een precaire zaak wordt, dat is die datum, de einddatum van de Ronde van Frankrijk. Dat is 20 augustus. Dat is de begindatum van de wereldkampioenschappen. En dat programma zou niet gewijzigd worden. Op de eerste dag, op die 20e, zou de tijdrit betwist worden. Dat betekent dat de kandidaten voor eindwinsten voor de Tour, ik denk aan een Dumoulin van Roglic, dat die na die tijdrit kunnen fluiten. Dus ik hoop dat daar toch nog gezond verstand zegeviert en dat die tijdrit bijvoorbeeld kan opschuiven naar de woensdag, zoals dat van oudsher al het geval was. Nog een interessant weetje, Maarten, dat is dat de nationale kampioenschappen zullen plaatsvinden een week voor de Ronde van Frankrijk. Dus in elk geval, de Tour wordt niet de openingskoers van het seizoen. Er zal ook nog ruimte zijn voor andere wedstrijden voor die Tour. Als corona mee wil. Ja, als natuurlijk. Dank je wel. Nog heel veel vragen, maar er is hoop in de koers. Dank je wel, Michel.
De Amerikaanse basketballegende Michael Jordan heeft na een jarenlange juridische strijd een zorg minder. Na 8 jaar heeft het Chinese Hoge Rechtshof de beste basketballer ooit, die hier een ereteken ontvangt van voormalig Amerikaans president Obama, gelijk gegeven in een juridische strijd tegen een Chinees sportmerk. Dat gebruikte ten onrechte zijn naam bij de productie en verkoop van sportkleren en sportschoenen. De rechtbank in China heeft nu beslist dat de naam Jordan daarvoor niet meer gebruikt mag worden. Het Nederlandse magazine Voetbal International heeft deze topmakelaar, Mino Raiola, verkozen tot meest invloedrijke Nederlandse persoon in de voetbalwereld. Hij haalde het voor bondscoach Ronald Koeman en icoon Johan Cruijff. Raiola heeft onder meer topvoetballers Pogba, Ibrahimovic en De Ligt in zijn portefeuille en vroeger ook Romelu Lukaku. Dit weekend zou het Belgisch kampioenschap skateboarden hebben moeten plaatsvinden. Zou, want dat BK is natuurlijk ook uitgesteld. Skateboarden zal ook een jaar langer moeten wachten om zijn debuut te maken op de Olympische Spelen. Lore Bruggeman, de beste Belgische skateboardster, traint ondertussen ook nog altijd thuis. Want door de coronamaatregelen bestaat er nog veel twijfel over wat er nu wel en niet mag met een skateboard. Olympiër in speel Lore Bruggeman traint op haar skateboard in haar slaapkamer. Omdat het in een park of op een plein nu niet mag. Een skateboard mag je in coronatijden alleen gebruiken om je te verplaatsen. Al bestaat er ook daar nog veel onduidelijkheid over. Ja, de eerste 2 dagen mocht het volgens de politie wel. De 3e dag was een andere patrouille van de politie en die zei dat het niet mocht. Maar ze kon zelf ook niet precies uitleggen waarom. Blijkbaar mag het skateboard enkel gebruikt worden als vervoersmiddel. Dus mag je wel naar een winkel of zo met je skateboard. Maar het mag niet gebruikt worden om echte trucjes te doen. Dus wat, ja, de grens wat er nu wel mag en niet is wel onduidelijk. Ze is nog altijd maar 17 jaar, Lore Bruggeman, met onafscheidelijke muts. En Belgisch kampioen skateboarden streetstyle. Een nieuwe Olympische discipline op de volgende zomerspelen. En die erkenning is iets wat Lore Bruggeman best apprecieert. Ja, ik denk dat een zeer negatieve connotatie is. Gewoon dat mensen dan, omdat dus, ja, de skaters, ze maken dingen kapot. En het zijn een beetje crimineel met haar petten en met... Ja, dat is gewoon een beeld, denk ik, dat veel mensen nemen van skaten. Maar ik vind het langs de ene kant wel nog goed dat de sport meer erkenning krijgt. Maar ik wil ook niet dat het te serieus genomen wordt. Het is natuurlijk nog een sport met veel vrijheden. En ik wil niet dat de mensen dat ook te serieus zullen nemen. In bijvoorbeeld Brazilië, Spanje of Nederland is skateboarden deze dagen naar verluid wel nog overal toegestaan. In het geval van Lore Bruggeman is dat niet echt eerlijk. Maar dat vindt zij nu van minder groot belang. Dat is inderdaad wel oneerlijk, maar ik denk dat we momenteel vooral moeten denken aan de gezondheid en minder aan het denken van wedstrijden. Maar ik denk dat het belangrijk is om nu eerst, ja, het volk gezond te laten doen. En dat we dan achteraf ons goed kunnen focussen op het trainen en op het skaten. Maar ja, nu is het belangrijk om in ons kot te blijven, denk ik. Ja, dat is zo. En zelf skateboarden, dat is nostalgie, net als Sesamstraat. Ja, dat is waar. Dank je wel, Maarten. Want wij gaan inderdaad vrolijk afronden deze middag met Sesamstraat. Want ook daar zijn ze in lockdown en ook daar maken ze er gewoon het beste van. Want net zoals velen onder ons ondertussen hebben Elmo en het Cookie Monster het videochatten ontdekt om contact te houden met hun vrienden. En op hun eigen creatieve manier maken ze de tijd in hun kot zo aangenaam mogelijk. Ik hoop dat u daar ook nog altijd genoeg inspiratie en veerkracht voor kan vinden. We zullen nog even moeten volhouden hoe lang, dat wordt straks duidelijker, want de Veiligheidsraad komt over een uur ongeveer bijeen om de coronamaatregelen te bekijken. Ook nog even zeggen dat het Vlaams parlement debatteert deze namiddag, ook over corona. Vanaf 2 uur kunt u dat hier op 1 meevolgen in Villa Politica. Ik dank u voor het kijken dan en ik wens u in alle opzichten een heel warme middag toe. Tot straks. Wanneer we kijken naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, dan zien we dat de piek ergens waarschijnlijk rond begin april lag. Alleen die cijfers, die overlijdens, zeker in de woonzorgcentra, die cijfers die blijven hoog. Dit virus is nog niet verdwenen. Dat betekent dat als wij onze discipline verliezen, als we de maatregelen te snel loslaten, dat het virus terug gaat opflakkeren en dat we inderdaad een nieuwe piek kunnen krijgen.
Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.